Welkom bij een nieuwe aflevering Military Workout. We gaan vandaag taakspecifiek trainen. En waar staan we op dit moment, Bud? We staan hier op de Van Braam Houtgeestkazerne. Hier huisvest het Korps Mariniers en een gedeelte van de NL Marsov. NL Marsov is een van de twee Special Forces eenheden van Nederland. Vandaag loop je mee met het M-Squadron. M-Squadron is een onderdeel van de Marsov organisatie. Onderdeel van de DSI, de Dienst Speciale Interventies, zoals we hem kennen. Ja. En we staan erg stand-by voor grootschalige, complexe antiterreuroperaties. Wat gaan we vandaag trainen? Wat gaan we doen? Ja, vandaag ga je op pad met de specialisatie Urban Climbing. Dit houdt eigenlijk in dat we een team of een individu heimelijk van punt A naar B kunnen brengen om vervolgens de interventie te starten. Mm-hmm. Dus we gaan een methodiek zien. We beginnen bij de klimtoren. Ja. Daar gaan we de basis leggen en uiteindelijk gaan we naar het operationele gaan we eigenlijk een actie zien. Ja, de klimtoren beginnen we gewoon met een aantal basistechnieken klimmen. Ja. Laten we de attributen zien die we hebben, die we kunnen inzetten. Ja. En die gaan we vervolgens vanavond inzetten. Ja. Super gaaf. Ja. Ik heb er zin in. Let's go! Aangekomen bij de klimtoren. Wat je nou ziet, zijn lekker clean fatigue, nog geen middelen aan. Wat ga je doen? Een stukje opwarmen. Ja, opwarmen van je pezen, comfortabel worden op hoogte en een stukje techniek doornemen. Denk het aan zachte voetenplaatsing, wat weer vertaald 's nachts in de urban, zodat mensen die eventueel aan het slapen zijn niet wakker maakten. Alright. Ga ik beginnen met klimmen? Ja, ik ga je zeker en dan gaat het helemaal goed komen. Let's go. Je hoort al aan mijn ademhaling, het kost kracht, uithoudingsvermogen en het maakt je mentaal weerbaarder. Gelukkig heb ik niet zo last op hoogtes, maar als je dat wel hebt, dan moet je natuurlijk wel om kunnen gaan met een stukje stress. Maar ik ga even verder, want dit kost ook gewoon kracht, hè? Kom op. Zo. Zweet staat? Ja, joh. Lekker, zonnetje erop. En, zonnetje erop. En je merkt ook dat je technisch gewoon goed vanuit je benen moet klimmen, anders ben je gelijk verzuurd, joh. Ja, nou, we zijn opgewarmd. Ja. We gaan nu omkleden in ons grijs tenue. Okay. Dat hebben we aan voor onze nationale taak. Ja. Het zal wat zwaarder worden. En dan gaan we naar andere plekken op de klimmuur. En dan gaan we andere manieren toepassen om ook boven te komen. Gaaf. Ja, okay, gaan we uitfitten en dan gaan we. Ja. Zo, Achiel. Yes. De kleding bekend. Alright. Zoals je ziet, een broekje, U-wek, de helm met night vision, achterop de battery pack. Dan hebben we hier een koppeltje, holster voor de Glock, patroonhouders, voor de Sonic Flash en een aantal objecten wat ik zelf prettig vind om te werken. Yes. En het vestje, communicatie. Ja. Dus dit is echt het officiële operationele tenue van de Marsov. Ja, van de DSI, de Dienst Speciale Interventies. Ja. Hier is herkenbaar aan de logo's. Je weet wel wat. Ja, nou, ik denk als je hem aantrekt dat je ongeveer plus 30 kilo weegt. Oké. Okay. Dus daar kun je rekening mee houden. Nou, dat houdt dus in dat we aan het doorzettingsvermogen training gaan komen. Ja, zeker. Oké. Al even lekker zweten. Nou, daar houden we van. Ja. Ik ga het aantrekken. Hey. Zo, omgekleed en wel. Yes. Het grijze tenue. Nou, we hebben nu het vestje aangetrokken. We gaan nu omgehangen klimmen. Ja, we gaan op hoogte werken, dus willen we onszelf vast kunnen zetten. Mocht hij niet strak genoeg zitten, kun je hierin blazen, zet hij meer uit. Okay. Nou, waarom hebben we nou grijs aan? Als wij hier in Nederland nationaal optreden met het M-Squadron. Ze werken allemaal in grijs, zo zijn wij herkenbaar. Dus in Nederland zul je ons altijd zien in het grijze tenue. Ja, oké. Okay. Let's go. Top. Die gaan we omhoog. Ja. Zit daar nog een speciale techniek? Komt daar een speciale techniek bij kijken? Ja. Nou, deze ladders zijn eigenlijk zo speciaal gemaakt om de klim sowieso te vereenvoudigen. Ja. Je zult merken dat het vrij makkelijk klimt. Ja. Nou, hij zet zich af van de muur. Waar je voor zorgt is dat je niet je voeten tegen de muur zet. Ja. Voorkom je weer sporen op de muur. Oké. Okay. Nou, zoals je ziet, er hangt nu al een lijntje bij. Normaal gesproken gaat de eerste klimmen, die klimt hem voor. Die zal ook het meeste risico lopen. Ja. En die
komt vervolgens boven en die maakt daar een standplaatje. Die laat daar een lijn zakken en die haalt dan eigenlijk de rest van het team binnen. Nou, op een veilige manier. Zodat je wel altijd veilig werkt en beveiligd klimt. Ja, en de voorklimmer is daarvoor opgeleid om dat soort dingen te mogen doen. Ja, oké. Mooi. Super, dan klik ik mezelf in. Ja. Klim ik omhoog. En dan laat ik hem zakken, kun jij je inklikken. Yes, kom ik. Dan werk ik van boven even en dan kom je daarna. Ja, goed, ja? Ja. Zo, net een wat makkelijker klimmetje gehad. Ja? Ja, we hadden de middelen mee. Nou, er zal toch ooit een keer een eerste klimmer omhoog moeten. Oké. Okay. Als we niks hebben, ja, dan kom op alternatieven uit. Nou, ik zie hier de regenpijp. Ja. Regenpijp naar 20 meter. Regenpijp naar 20 meter. Oké. Okay. Ja. Ja, dat wordt even een dingetje, denk ik. Ja, dit wordt even zweten. Oké, okay. Ik denk wel dat de mentale weerbaarheid hier terug gaat komen in een stukje doorzettingsvermogen. Denk het wel. We gaan het zien, mensen. Je zit vast. Dus alright. Gaat helemaal goed komen. Ja. Oké, je hebt klimmen via de regenpijp. Denk eraan, thuis niet doen, hè. Oh. Hey, Michiel. Ja. Joh. Bestaat dat ook? Dat bestaat ook. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, dat is waar. Jongen, nou, jongen. Ik zie je boven. Ja, hoor. Oh, die jongens, dit is even niet normaal, hoor. Competentie, doorzettingsvermogen. Oh, dubbel en dwars getriggerd. Met deze uitrusting. Platen, zet scherfplaten in. Met zo 25 kilo zwaarder. Dat was wel even een dingetje. Maar we hebben het gefixt. Maar ook wel weer mooi voor de realiteit om te weten, hè, wat je aan kan in dit tenue. Wat zijn dan de mogelijkheden om nog inzetbaar te zijn. Om ook boven te komen en daar weer operationeel dingen te kunnen doen. Ja, dit heeft heel veel impact. 20 meter. Oeh. We hebben een gewonde. Ja. Hij is al ingepakt. Ja. Hangt al op hoogte. Roger. Maar dan moet iemand mee naar beneden om hem van de muur af te houden. Ja. Vaak is dat de medic. En deze gaan we jou erbij inklikken. Okay. Doe op 2 punten. Ja. Stappen rustig over het balkon heen. Allemaal rustig werken. En zorg jij dat jij de gewonde begeleidt naar beneden. Ja. Okay. Nou, je hebt een verstelbare adjust. Yes. Die kun je eventueel instellen. Ja. En dan kun je de hoogte bepalen hoe jij bij de gewonde wil hangen. Alright. Ja? Ja. Kom maar zakken. Zo, hey. Wat vond je ervan? Ja, dat het goed is om dit soort dingen te trainen. Zeker in een operationele setting en de oorlogvoering in stedelijke gebieden. Ja, is het denk ik een heel belangrijk middel om jezelf beter te maken. Zo. Iets moeilijkere touwtechniek, kunnen we erbij kijken. Ja. Maar super opgelost. Lekker gewerkt. Ja. Ja, ga je het spul afbreken en dan gaan we ons verplaatsen. En dan gaan we vannacht gaan we dingen doen op gebouwen. Oké, okay. Nou, nice. Ja? Zullen we hem even bevrijden? Zullen we dat doen? Ja. In het naastgelegen pand vindt er nu een gijzeling plaats. Vooruit een heimelijke interventie ten einde het beëindigen van de gegijzelde situatie, waarbij we de gegijzelde veiligstellen en de gijzelnemers arresteren. Thank you.
sterren uit de grond. Die gaan we nu afvoeren een kamer verderop. Zo, right. Wat vond je ervan? Het was een hele gave dag. Een hele hoop gedaan. Ja. We hebben een methodiek gezien. We begonnen natuurlijk op de toren technisch klimmen zonder uitrusting. Ja. En uiteindelijk zijn we naar de urban wand gegaan met uitrusting. Het is toch 30 kilo zwaarder wat aan je kast hangt. Ervaren dat het echt invloed heeft op het werk, op je kracht, uithangingsvermogen en inzetbaarheid van de club. Ja, uiteindelijk hebben we eigenlijk de skills die we geleerd hebben daar. Dit is teruggekomen, operationeel, in een militaire context, wat we hier gedaan hebben en wat jullie gezien hebben. We zijn de hele dag bezig geweest en nu is nacht. Ja. Ook al ervaren dat dit soort eenheden doorgaan waar anderen stoppen. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vond het super tof om met de elite van de mariniers bezig te zijn. Ja, was gezellig. Voor de mensen thuis, ik ben wel benieuwd of dat jij dit aan kan. Laat het weten in de comments. Ik hoop jullie het volgende seizoen weer te zien. Blijf in beweging. Stilstand is achteruitgaan.